ik voel toch altijd wel een soort van gezonde, gezonde spanning, zeg maar. En ja, dat is ook een manier, ja, toch voor een uitlaatklep. Ook en helemaal ook focussen. En was toevallig was de kauwgom op afgelopen zondag. Dus ik heb nog die Robin Ruiter iets kunnen sprokkelen. Dus die had nog een kauwgompje voor me, gelukkig. En, ja, nee, dat is elke vast gebruik eigenlijk. En ja, dat. Het gaat tot nu toe. Jij helpt het me gewoon erbij. Misschien ook iets psychologisch hoor, maar ja, het geeft gewoon een prettig gevoel. Iemand die eigenlijk nooit opgeeft, denk ik. Ik ben niet de meest technische voetballer, denk ik, in die zin die er is, maar. Ja, ik probeer altijd alles te geven en ik probeer met mijn aanvallers, de aanvallers die ik tegenover me heb, zo lastig mogelijk te maken. En ja, daarnaast ook met drive naar voren nog in balbezit wat te creëren. Ja, ik denk zelf dat ik wel altijd wel redelijk wat neerzet, maar misschien dat ik wat zachter doe, maar ik probeer altijd wel degene naast me zodanig neer te zetten en degene voor me, want ik heb het overzicht natuurlijk, zodat ze weten wat er in hun rug gebeurt, zeg maar. Ik ben verdediger, dus een verdedigende actie is natuurlijk altijd mooi. Wanneer het publiek losgaat, vind ik zelf altijd een heel, of het nou voor mezelf is of in het algemeen, vind ik altijd heel erg mooi. Ja, de euforie bij een doelpunt, dat is natuurlijk helemaal mooi. Zoals een plannetje dat dan lukt afgelopen zondag met de aftrap. Ja, dat zijn gewoon de mooie dingen. En dan komen de dingen terug die je van tevoren hebt afgesproken. En dat geeft wel voldoening. Ja, ik word af en toe een beetje gepest dat ik eigenlijk maar niet op doel moet gaan schieten, want het zal toch nog een goal worden. Maar nou ja, ik, het was zo druk en zo chaotisch, dus ik kon die bal raken. En jammerlijk genoeg, ik zag wel dat hij heen ging, maar daarna werd geblokt. Dus ik zag vrij snel dat hij weer naar de zijkant ging. Dus toen wilde ik weer druk zetten om de counter tegen te houden. En, misschien is dat de verdediger in me. De tweede helft stonden wij als team beter en hadden we de ruimtes compacter, dus dan werd het ook makkelijker voor de verdediging, zeg maar. En daarnaast in balbezit hebben we ook meer kunnen doen en op karakter een hele goede tweede helft neergezet en uiteindelijk een mooi puntje gehaald tegen Twente. Een beetje geluk had je nog wat meer kunnen halen, anderzijds hebben ze ook nog kansen gehad, dus wat dat betreft kunnen we heel tevreden zijn met Twente.